Regenfiber, supporter van Excelsior 31 TV. Welkom bij Excelsior 31 TV, het mediakanaal van Excelsior 31. Samenvattingen, interviews, reportages. Pieter Oosthoek, de berichten gevolgd hebben op de diverse media, is er duidelijk geworden dat Dennis Mahmoudov een akkoord bereikt heeft met PEC Zwolle. Heeft Excelsior ook al een akkoord bereikt met PEC Zwolle? Nou, laat ik bij het begin beginnen. Het was natuurlijk al een tijd bekend dat Zwolle interesse had in met Dennis Mahmoudov. Dennis is natuurlijk een kanje van een speler. Dennis is gewoon de beste van de topklasse. Als je zoveel doelpunten maakt, als je zo explosief bent, als je zoveel creativiteit tentoonspreidt, dan ben je gewoon een kanjer. En Dennis is gewoon een hartstikke goede voetballer en die zal het niveau denk ik wel aankunnen. Nou ja, daarna kwam natuurlijk de trainingstage. Daar kun je met z'n allen over discussiëren of het zinvol is. Daar heb ik persoonlijk wel een mening over. Ik ben daar niet zo'n voorstander van. Ja, want je krijgt mensen terug die zijn of gedemotiveerd omdat ze het niet kunnen maken. En die zijn of heel blij dat ze het wel hebben gemaakt en willen dan gelijk weg. Of ze zijn geblesseerd. Maar goed, is geweest. En dan blijkt dat Zwolle eigenlijk per direct Dennis wil overnemen. En ik denk dat de mensen er wel recht op hebben om zo langzamerhand eens goed te weten hoe de status nu precies is. Het is zo dat Dennis vorige week vrijdag volgens mij per sms een bericht heeft gehad dat hij omtrent een salarisvoorstel en een contractvoorstel van Zwolle. Ik ken Dennis vrij goed, dus ik heb dat van afstand wat bekeken. En ik was daar niet bepaald van onder de indruk. En dan druk ik me nog heel voorzichtig uit. Was je niet al van onder de indruk? Nou, van het voorstel tot contract wat vanaf Zwolle kwam. Het was voor een periode van een half jaar met een salaris waarvan ik denk, dat kan helemaal niet. Gevolg dat Dennis natuurlijk slecht heeft geslapen, met zijn gedachten helemaal weer andere dingen is. En vervolgens, net zoals een aantal andere mensen, overigens moet ik zeggen, afgelopen zaterdag, ja, hij heeft de hele nacht niet geslapen. Dus ook gewoon heel slecht gevoetbald. En dit was niet de manier van doen. Dan komt de volgende stap. En dat is de stap dat natuurlijk de clubs ook samen moeten spreken. En het verbaasde mij een beetje. Ik had gedacht dat eerst clubs elkaar benaderen. Dat dat een kwestie van fatsoen was. Maar ja, misschien ben ik niet goed genoeg ingevoerd in deze wereld. En wij kregen dus, zondagmiddag, eind van de middag, kregen we voor het eerst een voorstel van Zwolle. Nou, dan denk je, Zwolle is een professionele club, eredivisieclub. Dat zal er goed uitzien. Nou, ik heb dat eind van de middag bekeken. Ik heb daar ongeveer 2 minuten over gedaan. De ene minuut was echt omdat ik dacht van die getalletjes kloppen niet. En de tweede minuut was omdat ik een andere bril op heb gezet. En gedacht van goh, misschien met deze bril wel. Nou ja, ik zag zulke lage bedragen dat ik er heel even van in de war was. En daarna hebben we direct gecommuniceerd bij ons binnen van kennelijk nemen deze mensen ons niet serieus. En we zeiden van weet je, ga maar huiswerk maken en kom maar een keer terug als het wat serieus is. Hier doen we niet aan mee. En zijn ze teruggekomen? Ja, dat was ook heel boeiend, moet ik zeggen. Dat we kregen de maandagmiddag, dat ben ik even kwijt, kregen we het tweede voorstel van Zwolle. En ja, daar had ik maar 1 minuut voor nodig. Want? Nou, ik heb alleen maar op dat mailtje geschreven, intern. Ik had het misschien wat breder moeten sturen. Dat heb ik alleen maar opgezet. Op deze wijze raakt mijn prullenbak steeds voller. Dat was dus een aanbod waar jullie ook weer niks mee kon. Nou, daar kunnen we dus echt gewoon helemaal niks mee. Kijk, Dennis is natuurlijk een briljant goede voetballer. We zijn hier in Rijssen. Ja, we hebben echt wel ons huiswerk gedaan. Ja, want we hebben geïnformeerd bij een aantal andere topklassers. We hebben geïnformeerd bij Go Ahead Eagles. We hebben geïnformeerd bij Twente. Dick Wessels die heeft ons op de achtergrond wat geholpen. Want die vindt dit ook wel een leuk traject. Ja, dus je weet ongeveer wel waar je aan toe bent. Ja, dan krijg je dit soort dingen te zien. En dan denk ik, ze denken in Rijssen toch niet dat we gekke Henkie zijn hier? In Zwolle bedoel je? In Zwolle. In Zwolle denken ze. In Rijssen zijn ze gekke Henkie, maar dat is niet zo. Praat je dan over honderden euro's verschil of praat je dan over duizenden euro's verschil? Het gaat niet over 100 euro verschil. Of duizenden? Nou ja, de inschatting was eigenlijk, is nog steeds zo laag dat ik denk van hier kunnen we niks mee. Dus ja, we zitten gewoon even achterover in de stoel. We denken nog eens wat na. En we hebben komende maandag hebben we een,
een bestuursvergadering en dan zullen we de hele zaak nog eens bespreken. Begrijp ik hieruit dat Zwolle ook nog niet face-to-face met Excelsior gesproken heeft? Nou, ik denk dat wij alleen maar komen als de gesprekken zinvol zijn. Met andere woorden, die gesprekken zijn dus nog niet geweest? Nou, op basis van wat er nu ligt kunnen we gewoon niks. Dus die gesprekken zijn nog niet geweest, alleen de communicatie is middels mail geweest? Ja, via de mail zie ik dingen voorbij komen, maar er moet wel een redelijke basis zijn. En als er geen redelijke basis is, dan ga je geen gesprek aan. Goed, wij als Excelsior moeten denk ik ook verder. Dit kan ook niet blijven kabbelen. Er moet wel een keer duidelijkheid denk ik overkomen. Ja, dat ben ik met je eens. Dus je zegt eigenlijk van, is er ook een deadline? Ja, ik ben mezelf eigenlijk niks bewust van een deadline. Dus wij wachten rustig even af. Nou, de deadline lijkt mij 18 januari, want dan hervatten we de competitie. Ja. Dan moet je zeker weten wat er gebeurt. Ja, dat is de ultieme deadline. Maar dan moet er toch echt iets beters komen. Voor Dennis lijkt me dat niet echt prettig. Nou, ik heb wel een paar keer met Dennis gesproken en het zal op termijn echt wel goed komen. Maar Zwolle moet zich ook realiseren dat we in Rijssen ook een topclub zijn. En dat we in de topklasse goed willen meedoen. Dat ze de beste speler van de topklasse gaan kopen. En dan zullen ze toch een beetje serieus met ons om moeten gaan. Ja, je zegt heel veel dingen. De beste speler. Dan zou het toch op zich ook sneu zijn voor ons, voor Excelsior 31. Dat hij daadwerkelijk in de winter ook vertrekt. Ja, dat zou ik voor Excelsior is dat gewoon niet goed. Is dat jammer? Is dat slecht? Dat is de ene kant. Maar de andere kant, een jongen als Dennis Mamoudov dit onthouden, zijn grote droom, echt absoluut stoppen. Nee, dat kunnen we niet doen. Die kans die moeten we hem absoluut geven. Maar is niet het belang van Excelsior de 19 doelpunten wat hij nou al heeft ingelegd en wellicht ook de tweede helft van het seizoen dat gaat inleggen? Nou, ik had gedacht 15. Met 15 was ik ook content geweest. Nee, maar goed, die ga je nou verkopen blijkbaar. Ja, maar nogmaals, ik denk dat het ook in het belang is van de ontwikkeling van Dennis zelf. Dat we hier aan meewerken. En het belang ook van onze handhaving in de topklasse. En ons doel om tussen de 5 en de 10 te eindigen. Ja, we zullen samen met de technische commissie erover spreken hoe we dat zo goed mogelijk kunnen realiseren. Want nieuwe spelers aantrekken, dat gaat dan niet. Ja, daar schijnen wel minimale opties voor te zijn. Maar nogmaals, dat is niet mijn wereld, dat is niet mijn ding. Wat ik in ieder geval wil, is dat deze zaak gewoon netjes en correct wordt afgerond. En ja, dan moet men ons serieus nemen. En zo niet, dan niet. Afrondend, je staat geen blije voorzitter voor me. Nou, het is zo dat als de beste voetballer van je club weggaat, dan ben je niet blij. Dat is de ene kant. Maar nogmaals, de andere kant is ook dat je het zo'n jongen ook wel gunt. Ik bedoel niet blij, je wordt niet serieus genomen, daardoor niet blij. Ja, dat is een ander aspect. Ik had wel verwacht eigenlijk dat een eredivisieclub een degelijk niveau had. En ik had een wat andere inschatting van Excelsior 31 in Rijssen verwacht, ja. Excelsior 31 TV. Direct de nieuwste video's ontvangen? Volg ons via twitter.com/Excelsior 31 TV.